wat hebben we hier? We hebben hier Bier en Ranja Festival. Ja. Bier geeft aan dat het voor de volwassenen is. Ranja dat er ook heel veel voor de kinderen te doen is. En wij staan hier op ons pleintje met Meetup, de barbecue, Barends bier, kinderschminken, een gewone biertap en onze wijnbar. Ja. Om een klein beetje vreemd te kunnen gaan van bier. De Kemphaan is een stadsbrouwerij in de stichting De Kemphaan. Dat is een natuurgebied vlakbij Almere. En daar bij Stichting AAP zit daar onder andere ook. En daar zitten allerlei natuuractiviteiten. En een van die activiteiten is een stadsbrouwerij. Oh ja. En we brouwen daar 200 liter bier per keer. En zo brouwen we in een weekend brouwen we 400 liter bier. Oh ja. En dat lagen we daarna. Ja. Maar we hebben wel hele lekkere vis en chips. Dus, ja. Maar wel op een krant, hè? Wel op een krantje. Kijk, de Daily Catch. Oh ja. Dat is hem. Kijk, oh, kijk, dat is hem. Dat is een proefje. En hoe smaakt die? Hij is heerlijk. Ja? Ja, hij is erg lekker. Ziet er ook lekker uit, verzorgd. Wil je met een. Nee. Met een. Hoe heet zo'n citroentje? Een citroentje erbij. Ja. Ja. Nou, ziet er lekker uit. Ja, en het verhaal van de Barendse brouwerij is dat er twee bierrecepten gevonden zijn. Bij een verhuizing op een zolder. Ja. Niet door mij, nee. Maar door een kennis van mij. Die wist niet zo goed wat hij daarmee moest doen met die recepten. Ik heb die recepten van hem gekregen. De hele tijd in de la laten liggen. En eigenlijk op een gegeven moment gedacht, ik moet daar wat mee. Ja. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. En nu sta je hier. En nu sta ik hier op Bier en Ranja. Ja. Nee! Ja. Oh nee! Met hop in de whirlpool, dus koud hoppen, dan krijg je die mooie hopperomas erin. Ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet herkennen, maar... Proeven, ja, en dan herken, ja, dan herken je dat wel. Het Ranja wordt iets minder verkocht, toch hè? Toch wel, maar dat is toch niet erg. Ik bedoel, heb je al een glaasje Ranja uitgeschonken? Ik zelf niet. Dat is helemaal niks. Het gaat gewoon om het bier. Het gaat voornamelijk om het bier, maar inderdaad, de ouders die drinken net zo graag mee. En af en toe wordt inderdaad wel gewoon een Ranja, ja hoor. Hey, hoe is dit nou? Superleuk. Ja? Ja. Is het de eerste keer in het zwembad dit jaar? Nee, thuis ook al. Oh, toch wel. Waar woon jij thuis dan? Soest. Hey, hoe is het water? Lekker. Ja, heb je wat gedronken? Nee. Nee? Nee? Dat is andere. Het is niet zo lekker, hè? Nee. Maar is het lekker warm? Ja. Ja. Ik denk dat er zometeen, koelt het ietsje af. Is de Formule 1 voorbij en dan gaat iedereen even een drankje in het dorp doen. Ja. En dan kan het heel gezellig worden.